Goed dat jullie kijken naar weer een nieuwe aflevering van de Panna Battle. Ik ben op de Zuidas bij ABN AMRO en straks gaan we tegenover mij bij Circle een nieuwe aflevering zien. Want we hebben vandaag Thierry Brinkman tegen Felice Albers. Eentje landskampioen, Europees kampioen, eentje net niet. Maar beide onwijs fanatieke spelers, dus het belooft een wereldse aflevering te worden. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Panna Battle. Oké, toppertjes. Ik weet zeker dat dit een mooie strijd gaat worden. Maar eerst even de regels. Een goaltje maken, 1 puntje. 2 shootjes, 1 puntje. En die panna, dat is natuurlijk 3 puntjes. Vind je, ze hebben er een beetje vertrouwen in? Super veel vertrouwen, heel veel zin in. Heb je een tactiek? Nee, niet bepaald. We gaan het aftasten. Aftasten? Heb jij nog een tactiek? Nee, ja, probeer zo goed mogelijk dit ondergrondje onder controle te krijgen. En dat gaat een uitdaging worden. Het is voor gevorderd, hè? Panna Battle voor gevorderd. Jongens, we gaan hem gewoon lekker starten. 3, 2, 1, go! En we zijn gestart. Thierry aan de bal, maar Felice geeft hem gelijk helemaal geen ruimte. En laten we niet vergeten dat dit natuurlijk de strijd is van de internationals. Nederlands elftal speelster, Nederlands elftal speler. En mevrouw speelster opent gewoon met een zalige panna. Heerlijk is dit, maar... Ja, dat zag ik goed. Thierry is er ook weer scherp bij. En dan natuurlijk al dat shootje ervoor. Dus het staat 4-3. Beide spelers geven elkaar belachelijk weinig ruimte. En dan gebeurt dit uit een onhandig momentje. Maar ja, 6-4 Felice. Niks aan te doen, Thierry. Je moet gas gaan geven, jongen. Felice speelt puur voor de panna. Prachtig om te zien, hè. Dat goaltje gewoon lekker laten gaan en doorgaan. Ja, valt hij er natuurlijk af en toe wel in. Maar ja, zo gaat het met de panna bet. De score gaat verschrikkelijk snel. 8-4 al voor Felice. En ja, weer een goaltje. Thierry is gewoon... Die is even van zijn apropos, denk ik. Ik weet niet wat er gebeurt. En weer niet voor het goaltje spelen. Heerlijk. Daar hou ik natuurlijk onwijs van. Er is nu even iets rustiger aan. Toch even bijkomen. Want volgens mij hebben de supersterren het allebei toch net een tikje zwaar af en toe. Thierry aan de bal. Weet dat hij moet gaan scoren. En gaat de lucht in. Nieuwe tactiek. Ja. En zo kan je hem ook natuurlijk tegenkrijgen. Dat hoort er ook bij. 10-6 staat het nu. Thierry zit te kijken en te kijken. Wat gaat hij doen? Felice geeft hem 0 ruimte. Hij wil gewoon net. Je hebt gewoon net die meters nodig om je actie te maken. Maar ze geeft hem gewoon niet. En ja, dan valt hij in je eigen goal. Niet wat je wilt, maar dat hoort er wel bij. Oeh, maar dit is ook zoals het hoort. Een mooie panna. Deze truc, jongens en meisjes, onthouden dit. Want die kom je zo vaak ermee langs. Ja, dit is dan wel weer dat je denkt, Thierry, ben je er wel helemaal bij vandaag? Maar hij geeft gewoon weer gas. Hij gaat er gewoon weer vol voor. 3D de lucht in, omhoog, panna. Het gaat bijna te snel voor mij om mee te praten, maar het staat dus nu 12-12. En we gaan naar het einde van de pot alweer. Beide super zeggen, je ziet de vermoeidheid, maar ze gaan nog door, ze gaan nog door. Ze willen allebei die winst hebben. Het is het goaltje. Zijn we er dan? Ja, we zijn er. En de winnaar is dus Thierry Brinkman. Ja, voor de mensen thuis, ik zal even een kleine kijk achter de schermen geven. Dit outrootje is niet gelijk opgenomen. We hebben gewoon even 2 minuten moeten zitten, hè? We hebben alles gegeven. Waar heb je nu het meeste last? Ja, toch gewoon mijn billen van het laag zitten elke keer. Ja. Toch wel, chair? Linker onderarm, ja. Het was wel een spannende pot, hè? Niet normaal. Elke keer weer terug met een pannetje, net weer omlaag met een pannetje. En de winst is dan toch lekker naar jou gegaan. Weer een overwinning, ja. Echt nibbertje. Ja, of... Voelt goed? Ja, was leuk. Dus voelt ook goed. Ja, tuurlijk. Felice. Helaas. Balen, maar wat ging er fout dan, denk je? Ja, gewoon iets te snel met die panna's geven, denk ik. Want daarna was ik een beetje moe. Nee, was het leuke wedstrijd. We gingen ook voor de panna's, want uiteindelijk moet in een panna battle. Dus ja. Dat vind ik ook heel mooi. We gaan even naar de tussenstand, want het staat nu weer 2-1 voor de mannen. Vind je deze video's nou leuk? Volg Icons Hockey op Instagram, dan ben je sowieso erbij. Dankjewel en tot de volgende.